Vastlopen. Hoe komt dat en wat kun je doen? Hoe krijg je je leven weer in beweging? In dit programma gaat het over jongeren en volwassenen met autisme die vastlopen in hun leven. We gebruiken het verhaal van Bart. Hij is geslaagd voor zijn VWO, wil naar de universiteit, maar een jaar later zit hij thuis, vastgelopen. Er is ook onderzoek gedaan naar vastlopen door de academische werkplaats Autisme. Daarin werken verschillende organisaties al tien jaar samen om onderzoek te doen naar autisme. De inzichten die dat heeft opgeleverd komen ook aan bod. Dat begon eigenlijk als een onderwerp waarin je dat niet zo letterlijk neemt. Dus dat ging over jongeren die thuis zaten, dus die bijvoorbeeld niet naar school gingen of die moeite hadden met het vinden van een baan of weer uitvielen als ze een keer een baan hadden. Dus die liepen zeg maar vast in het maatschappelijke systeem. Maar gaandeweg kwamen we er ook wel achter dat je dat veel letterlijker kan nemen. Dat ze bijvoorbeeld ook vastliepen in hun lichaam, dus dat ze zich stijf voelden uh, in hun spieren. Uh, maar ook wel weer mentaal, dus dat ze vastliepen in hun gedachten bijvoorbeeld. Dit is Bart. Bart is 20 jaar en heeft autisme. Vorig jaar haalde hij zijn VWO-diploma. En daar was hij heel trots op. Ook zijn ouders trouwens. Hij kon nu naar een universiteit een volgende stap zetten. Bart ging op kamers wonen. Heel spannend allemaal. Zou hij wel voor zichzelf kunnen zorgen en zou hij nieuwe vrienden maken? Maar Bart vond zijn nieuwe leven erg zwaar. Steeds vaker bleef hij op zijn kamer en zonderde hij zich af. Nu zit Bart weer thuis bij zijn ouders. Hij is helemaal vastgelopen. Ik denk dat mensen met autisme bepaalde uitdagingen hebben die grote transities in het leven moeilijker. Maken. Dus wanneer je uh, van één situatie, bijvoorbeeld een thuissituatie, gaat naar een andere situatie, bijvoorbeeld uh, op jezelf wonen, dan heb je te maken met een aantal hele grote veranderingen die, die moeilijker zijn voor mensen met autisme dan mensen zonder autisme. Je gaat naar een context met nieuwe communicatiestijlen. Dus mensen communiceren anders dan dat jij gewend bent. En je hebt misschien behoefte aan houvast over. Hoe werken die communicatiestijlen? Je vindt het misschien moeilijker om intuïtief aan te voelen hoe die communicatiestijlen werken. Uh, je hebt te maken met uh, een grote behoefte aan houvast en voorspelbaarheid. En misschien, als jij uh, in je thuissituatie was, dan wist je heel goed, dit kan ik verwachten op een maandag, dit kan ik verwachten op een dinsdag. Ja, dat gaat allemaal veranderen als je in een nieuwe context zit. Dus die houvast en de behoefte aan voorspelbaarheid, die maakt dat je heel erg lang zoekende kan zijn in die nieuwe situatie. Hoe gaat dat er hier? Uitzien. Ik had uh, thuis had ik een vast patroon qua werk en qua sporten en qua dingen doen. En hier zit ik dan door de week voornamelijk. En ik had geen idee wat je kon doen en hoe de studie eruit zou zien en hoe de stad was. En uh, daar waren ook heel veel onduidelijkheden over. Uh, die dan weer voor onrust zorgden zorgde bij mij. Wat heel vaak gebeurt bij mensen die... Uh continu zich blijven schikken om en maar bij te horen en in dat schikken eigenlijk hun eigen grenzen ver overschrijden te ver overschrijden ja op den duur is de koek op en dan kun je uh, lichamelijk op zijn je kan mentaal op zijn of je kan simpelweg op een plek terechtgekomen zijn die eigenlijk helemaal niet bij jou past Bart is vastgelopen, maar hoe kwam dat? Wat hem erg zwaar viel, was op kamers wonen. Boodschappen doen, eten maken, hij kreeg er veel stress van. Hij ergerde zich ook vreselijk aan de lesroosters, die continu veranderden. Studiegenoten leken daar geen moeite mee te hebben. De studentenvereniging vond hij vreselijk. Hij voelde zich daar totaal niet op zijn gemak. En hoe maak je nieuwe vrienden? Hij probeerde wel praatjes te maken met nieuwe mensen, maar die gesprekken liepen niet. Bart vond het allemaal doodvermoeiend. Het ingewikkelde is: een beetje schikken is ook altijd nodig. Uh, een beetje bijpassen en bijvoegen is ook altijd nodig. Alleen het kan te ver gaan als dat betekent dat jij aan het eind van de dag alleen nog maar in bed kan liggen, uh, verder niks, geen energie meer over hebt. Ja, de intro. Uh, de intro heb ik zelf niet meegedaan. Uh, dat is omdat de intro is heel groot met veel mensen uh, en het is echt heel onduidelijk wat er gaat precies gebeuren. Is, ik hou niet zo van duidelijkheid. Ten tweede, ik hou niet van hele drukke grote evenementen. Dus dat, die ontwijk ik meestal wel een beetje. Uh, het was voor mij beter om rustig gewoon in mijn kamer te blijven en er zelf dingen in te doen. Dat vastlopen is natuurlijk een uh, complex fenomeen waar veel bij komt kijken. He, de persoon zelf met de eigen persoonlijkheidskenmerken, wat iemand leert, uh, temperament. Um, maar iedereen leeft natuurlijk ook in een hele complexe, volle samenleving. Dat hebben we allemaal. Je hebt eigenlijk met zoveel mensen te maken. En ik denk dat ook mensen zonder autisme... Hè, je, je hebt je werk, je hebt uh, een vrije tijdsbesteding, je moet thuis nog dingen. Dus dat, dat is ook veel. Maar voor mensen met autisme, die ook moeite kunnen hebben met het overzicht daarin bewaren... Uh, de sociale contacten uh, vloeiend te laten verlopen... Uh, je emoties daarin te reguleren, dat kan maken uh, dat zij daarin nog wat eerder vastlopen. Bart voelde zich somber. Hij had gefaald, vond hij zelf, en zag geen toekomst meer. Zijn ouders regelden een afspraak met een therapeut, en dat bleek een goede zet. Door de gesprekken begreep hij beter waarom hij was vastgelopen. Hij had ontzettend zijn best gedaan iemand anders te zijn dan wie hij werkelijk was. Zijn eigen behoeften had hij genegeerd en stresssignalen onderdrukt. Ook leerde hij meer over zijn sterke en minder sterke kanten. Uh, en ik denk dat. Uh, ja, veel met, met mensen met autisme. wat verminderd lichaamsbewustzijn hebben. En het moeilijke daarvan is dat je dan moeilijker je grenzen kan aanvoelen. Uh, je, gaat dan veel, je kan veel te ver gaan. wat betreft uh, je lichamelijke grenzen. en daardoor uh, terechtkomen in die staat van zover de overheen zijn gegaan dat je komt vast te lopen. En als je leert om beter in contact te staan met wat heeft mijn lijf nodig, beter te kunnen voelen wat je lijf uh, ervaart, uh, dan ben je beter in contact met je eigen behoeften en grenzen. Dus dat is een enorm belangrijk uh, uh, iets wat je kan doen. Ja, hoe doe je dat? Uh, bezig zijn met beweging, bezig zijn met je lichaam, bezig zijn met bewust bij je lichaam stilstaan. Die helpen allemaal. Maar ik denk ook dat dit iets wat je onder begeleiding uh, heel goed uh, kan doen. Het onderzoek van de Academische Werkplaats Autisme naar het thema vastlopen telde zes fases. Het begon met stap 1, kennis verzamelen. Onderdeel daarvan waren interviews met jongeren en volwassenen met autisme over hun persoonlijke ontwikkeling. Hoe leer je jezelf kennen? Waar loop je tegenaan? En hoe ga je daarmee om? Ook werd onderzocht welke methodieke werken. Om mensen die vastgelopen zijn weer in beweging te krijgen. Hierbij werd gekeken naar trainingen die mensen met hun naasten zelf konden doen, maar ook werd gekeken naar maatschappelijke programma's in onderwijs en cultuur die helpend kunnen zijn. Ten slotte werd onderzocht wat er op het niveau van de samenleving zou moeten veranderen, zodat mensen met autisme zich minder snel buitengesloten of afgewezen voelen. Ik denk een heel belangrijk inzicht voor mij was hoe belangrijk toch sociale steun. Uh, is, ik denk dat er een heel vuil vooroordeel is. Mensen met autisme zullen wel geen sociale behoeftes hebben. Want ze zijn asociaal. En nou ja, dat is, daar is gewoon echt, in elk geval uit de interviews, de mensen die ik gesproken heb, niets van waar. Uh, het zijn juist mensen met een grote behoefte. Van sociale contacten, van wezenlijk en fijn contact met mensen. Het is alleen dat het sociale contact. Uh, meer energie kost dan. Uh, bepaalde normale mensen. Hè? Uh, meer prikkels, uh, meer uh, onduidelijkheden wanneer je spreekt met, met mensen die uh, niet uh, neurodivers uh, zijn. Ik denk dat het een gevaar is om te zeggen mensen met autisme uh, die hebben minder behoefte aan sociaal contact. Deze onduidelijkheden heb ik uiteindelijk uh, met familie, vrienden en, oude, uh, en uh... En ja, een beetje over school heb ik die uitgezocht. Ik uh, ben naar Leuven gegaan een paar keer voor een dag, uh, een infodag en uh, ben met vrienden in Leuven geweest. hebben we daar een nacht doorgebracht. En uh, ja, de stad voelde op zich meteen goed. Uh, en na die infodagen voelde de studie ook wel goed. Ik heb uh, met een uh, vrouw die werkt hier aan de universiteit, heb ik uh, Vragen gesteld in verband met autisme en de mogelijkheden qua hulp die erbij horen. Uh, die waren er. En ze kon naar, kon naar al de mede, zeiden ze. Dus dat gaf ook veel rust. Dus. Als het zo'n complex fenomeen is waarin eigenlijk op meerdere lagen iets speelt, dan heeft ons onderzoek ons dus ook geleerd dat je eigenlijk op al die lagen in kan grijpen of aan kan grijpen. Het is dus op het niveau van de persoon zelf. Die kan getraind worden, of die kan ook zelf uh, aan zijn persoonlijke ontwikkeling werken. Um, maar eigenlijk is het dus ook wel heel mooi om te zien dat dat iets wederkerigs mag zijn. Als iemand met autisme aan zijn sociale vaardigheden gaat werken, dan moet er natuurlijk ook een reactie komen vanuit de samenleving, he, vanuit naasten. Um, want dat was eigenlijk ook wel een factor waarvan mensen met autisme in het onderzoek aangaven: van wij willen echt wel graag aan onze persoonlijke ontwikkeling werken, maar dan is het ook heel fijn als we wat, wat uh, uh, flexibiliteit van de mensen om ons heen terug ontvangen. Ja, dus dat zij bereid zijn om mee te denken. Dus je kunt denken aan bijvoorbeeld gezinstherapie of uh, uh, mediation op het werk. Uh, en zelfs nog een laag daaromheen. En dus er is ook gewerkt aan uh, methodieken. Uh, die bijvoorbeeld uh, toekomstige professionals uh, opleiden. hoe zij in het hele contact. Uh, wat meer. Uh, nou, accepterend kunnen zijn tegen mensen met autisme. En uh, er is zelfs ook uh, bijvoorbeeld meer aandacht in dat onderzoek. en ook in de projecten die daaruit voort zijn gevloeid. Uh, richting de hele samenleving. En zo is er bijvoorbeeld een project geweest, uh, de Autisme Experience... waarin er mooie video's zijn gemaakt... om um, um, uh, het begrip in de samenleving voor mensen met autisme hopelijk wat te vergroten. Ik heb een nichte vorm van autisme en ik wil zeggen wat dat voor mij betekent. Allereerst heb ik de universiteit gedaan en gehaald en daar ben ik trots op. Ook vind ik het lastig om mensen aan te kijken en om het gesprek te beginnen. Bovendien vind ik het moeilijk om onmiddellijk op vragen te antwoorden als het face-to-face -face is. Nou, ik merk dat uh, met mijn nou ja, autisme, vooral bij uh, ja, gesprekken, vooral, uh, als er meerdere mensen zijn in een groep of zo, dan ben ik toch ja, heel, heel veel op de achtergrond. en nou ja, ik vraag... Ik stel heb mezelf ook weinig vragen. Zat dus een beetje denk ik, vooral ja vooral sociale vlak. Nee, Ik vind het vooral moeilijk om mij uit te drukken, want ik denk um, dat mijn hersenen veel sneller gaan dan ik praat. Nou, als ik met bekende ben, dan heb ik er geen moeite mee met drukken. Maar als ja, bijvoorbeeld... in grote groepen of mensen verwachten iets van mij, dan vind ik het een stuk lastiger om uh, ja, mezelf te zijn eigenlijk. Bart is opgeknapt dankzij de gesprekken met de therapeut. Hij heeft geleerd hoe het in zijn lichaam kan voelen als de stress te veel oploopt en wat hij dan kan doen. Ook is hij lid geworden van een schaakclub en leerde daar twee jongens kennen met wie het klikt. Ook bleek er op de universiteit een autismecoach te zijn. Die helpt hem met de kwesties waar hij tegenaan loopt. Zijn ouders hebben hem leren koken. Hij kan nu zelf pasta maken. Bart gaat het weer opnieuw proberen, maar in stapjes. En later de stap zetten naar zelfstandig wonen. Nou, de bal ligt natuurlijk niet alleen bij mensen met autisme. Juist als je met elkaar een balletje gaat trappen, geeft de een een trap, maar speelt de ander hem ook weer terug. Dus we zijn echt met elkaar in die academische werkplaats gaan kijken van hoe kunnen we dat proces in beweging brengen. Dus we hebben met mensen met autisme gesproken over de dingen die zij kunnen doen. Om hun persoonlijke ontwikkeling uh, in gang te brengen. Um, maar er zijn ook hele tastbare dingen gedaan. Um, om met elkaar aan de slag te gaan. Want je kunt, net als bij voetballen kun je heel lang over praten. hoe dat moet en technisch enzovoort. maar uiteindelijk moet je het natuurlijk ook gewoon gaan doen. Uh, er zijn ook mooie projecten geweest. waar we met elkaar echt aan de slag zijn gegaan. Bijvoorbeeld bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen. is er een pilot geweest. Um, met een cursus Leef je eigen leven. Waarbij niet alleen die mensen met autisme zelf die cursus deden. maar met studenten die eigenlijk de aankomende professionals zijn uh, om zorg te geven. Uh, maar dus niet op de traditionele manier van zorg. maar echt, ja, hoe gaan we dit samen doen? Hè? En op een gelijkwaardige manier in dat therapieproces staan. Um, we hebben zelfs ook in coronatijd, wat we natuurlijk nooit hadden kunnen voorzien. Uh, een hele mooie pilot gedaan. Um, nou, tijdens corona zelf hadden jongeren heel veel ja, weer thuis gezeten, waardoor ze nog meer waren vastgelopen. En meteen na de lockdown hebben we een mooie pilot kunnen doen met theater. Um, waarbij jongeren met autisme zelf, maar dus ook met uh, jongeren zonder autisme, uh, met elkaar improvisatietoneel gingen doen. En um, nou, daardoor weer in beweging kwamen. Het zijn eigenlijk hele. Kleine tastbare voorbeelden van projecten. Um, maar voor die jongeren op zo'n moment kan dat wel net dat deeltje zijn om vanuit stilstand weer in beweging te komen, onder leeftijdsgenoten te komen en uh, zo weer in zijn ontwikkeling verder te komen. Hoi, hoi iedereen. Hier zijn drie vooroordelen over mensen met autisme die met mij niet kloppen. Nummer één is. Mensen met autisme kunnen niet tegen verandering. Nou, ik ben met Surprise Me op vakantie geweest. Dan weet je pas op het vliegveld waar je naartoe kan. Dus dat is vrij duidelijk. Nummer twee: Mensen met autisme kunnen goed rekenen en corrigeeren. Nou, ik kan het allebei niet. Nummer drie: is Mensen met autisme hebben een passie voor één ding. Nou, ik heb heel veel interesses: hardlopen, lezen, TikTok, reizen. Ja, en gewoon meer dingen. Ik nu even niet kan bedenken. Te groentjes en uit je paplu. Het onderzoek van de academische werkplaats naar vastlopen heeft talloze producten opgeleverd die kunnen helpen om mensen weer in beweging te krijgen. Zo zijn er podcasts en filmpjes gemaakt met ervaringsverhalen. Ook is er een infographic die kan helpen om jezelf beter te leren kennen. Er is ook een flyer over darmproblemen en huisartsenzorg. En er is een overzicht van methodieken uit heel veel verschillende stromingen die helpend kunnen zijn voor verschillende mensen in verschillende fases van hun leven. Meer informatie over deze materialen is te vinden op de website van de N-VA. Ga naar www.autisme.nl en zoek op AWA.